Om alles ongedaan te maken, hebben we eigenlijk de Crivelli nodig. Niet de deeltjesversneller. Dat is Casper, dat is een vriend. Een rozenkruiser. Bo, lopen! Bo! Wat is er met Bo? Hoe vaak moet ik dat nu nog zeggen? Ik ben die Bo niet. Toen kwam er een lichtflits en Bo viel neer. Ik moest kiezen tussen haar of de Crivelli. Ik kon zelf maar nauwelijks ontsnappen. Toen ze weer bij bewustzijn kwam, wist ze niks meer. Niks. Ze weet niet meer wie ze zelf is. Je hebt het gezien, ze herkent jullie niet meer, ook al heb ik haar over jullie verteld. Bo, herken je ze echt niet? Nee. Sorry. Maar dat kan toch niet dat je ons en jezelf gewoon vergeten bent? Wacht. Hier. Kijk, liefje. Liefje. Wij samen. Bonobo, je kent mij toch nog? Misschien. Nee, echt niet. Sorry. En nu? We hebben de Crivelli nodig. Wij hebben helemaal niks nodig. Waren jullie niet achter dat ding aangegaan, dan was er nu niks aan de hand. Wij zouden naar jullie komen met die stenen en die deeltjes versnellen om het allemaal te versterken. Dat is de oplossing. Niet om achter een of ander oud Crivelli-achtig ding aan te gaan. Maar die deeltjes versneller, dat klopt niet. Daar had Bo het fout. Het wissen van haar geheugen is op zo'n schaal gebeurd dat zelfs die deeltjes versneller niet krachtig genoeg is om dat terug te draaien. De Crivelli is dat wel. Hij is zelf zo krachtig dat hij de stenen kan vernietigen. En alles wat ze ooit kwaad hebben gedaan terug kan veranderen. Dat zijn twee vliegen in één klap. En dan kunnen de rozenkruisers nooit meer iets doen. En dat kon je niet eerder vertellen? We waren wel bijna weg, hè? Luister, hè. Makker. Die stenen, die kunnen ons niks schelen. We willen Bo terug. Zeg, wat als we die stenen nu gebruiken? Om Bo weer normaal te krijgen. Net zoals bij Dante. Ik weet niet wat voor wapen die gasten gebruikt hebben, maar het was anders dan bij Dante. Pats, boom, ineens was alles weg. Ik weet niet hoe die stenen zouden reageren. Morgen vroeg neem ik jou mee. En dan zorg ik ervoor dat jij weer weet dat je Bo de Smit bent. Noah, zijn zus. En mijn lief. Het is allemaal nogal moeilijk te geloven. Chillax. Ik zorg ervoor dat je het weer gaat geloven. Beloofd. Tot dan. Blijf jij bij mij. Zolang ze paniek door heeft. Bo! Moet ik die ook kennen? De Crivelli. Eindelijk. Goed werk. En we hebben Bo kunnen uitschakelen. Goed. Het belangrijkste is dat wij de kist hebben. Dan heb ik enkele stenen nog nodig. Jeroen was samen met Bo in CERN. Dan heeft Edith dus niet gelogen. Die boksers hebben de stenen en Jeroen is overgelopen. We hadden haar geheugen nooit mogen wissen. Te laat. Jullie opdracht is simpel. Ga naar Campus B en bezorg mij die stenen.
Maar wees voorzichtig. Als het waar is wat Edith zei, dan zijn die boksers slimmer dan we denken. Wat? Ikke, Lei. Ik train het meeste van iedereen. Ja. Als je in de ring staat, wel ja. Maar als je niet traint, dan lig je als een luie patat in je zetel. Het zijn maar gewaars. Oké, ik ben je Lei. Ik ben er straks nog naar mijn vrienden gelopen. Ja, omdat je smartphone de helft van de tijd kapot is. Zeg, waarom zoek je eigenlijk geen baantje? Kan je wat geld bijverdienen voor een nieuwe smartphone? Ik kan nog wel wat hulp gebruiken hè, hier in de club. Kan Noah dat niet doen? Die zit toch maar in zijn kamer te niksen. Was die niet met Sam om die mixtafel? Nee, die verkoper heeft last minute alles afgezegd. En daarbij, ik vraag het aan jou. Morgen starten een groep beginners. Maar ik bedoel echt beginners. Hè. Die kunnen we echt niet zomaar laten doen. Als jij die nu eens zou trainen... Wat? Ikke. Met de newbies. Waarom niet? Kan je wat geld bijverdienen? Voor je nieuwe smartphone? Oké. Is goed. Deal. Maar ik doe het wel alleen maar voor mijn nieuwe smart... Voor jou. Natuurlijk. Voor jou. Als je je hierna nog niet herinnert dat je mijn lief bent, dan, dan weet ik het ook niet. Een mix van jouw favoriete nummers. Zelf gemaakt, hè? Jouw lievelingspizza met chilipepers. Die hebben wij nog gegeten op onze eerste date, hè? Oké, dat ruikt echt keilekker. Mm-hmm. Ik kan me wel niet herinneren dat wij die samen gegeten hebben. Komt er dan echt niks terug van mijn verhalen? Die muziek. Die pizza. Dit bankje. Nee. Waar is dat mee? Je weet het echt niet meer, hè? Hier hebben we voor het eerst gekust. Ik wil haar terug, Noah. Geloof me. Ik ook. Misschien moeten we die stenen toch proberen. Misschien dat Jeroen ongelijk en zijn die stenen wel veilig. Ja, maar wat als het niet zo is? Heb jij een beter idee? Ik wil niet de hele tijd staan toekijken en niks zitten doen. Oké. Ik zal ook nog eens proberen met herinneringen. En als dat niet werkt, dan proberen we het vanavond met de stenen. Tio. Amai, zo goed gezien? Het zal nog niet. Hier. Wacht, een mail van Starlight. Talent Agency. Wacht. Wil Starlight Campus 12 boeken? Ze waren nogal onder de indruk van ons optreden tijdens de Nightingale en nu mogen we een try-out voor hun doen. En als die echt goed gaat, dan mogen we zingen in het voorprogramma van Chris Marble. Oh my god, vrees, serieus? Het is nog cooler dan Harry Styles. Er is wel nog een ander koor in de running, dus we moeten beter zijn dan zij. Veel beter. Oh, onze verjaardag. Oh, je hangt toen echt vol met chocoladecake en... Maar dan moet je dus bijdenken, want jij staat nergens meer op de foto's. Ja.
Sorry, no, Emma. Er komt niks terug. Echt niet. Niet bij jou. Niet bij Sam. Ah. Paps was zeker, hè? Ja. Foto's aan het bekijken. Oh, god zeg. Hier. Noah's 12e verjaardag. En hier, in het bad. Hoe lang is dat geleden? Zeg, Babs, wat vindt Sam er eigenlijk van? Als je zo naar andere naakte mannen aan het kijken bent. Pa, echt, kom. Dat is dus onze pa. En ons mama? Waar is die? Ons mama. Die is overleden. Omgekomen in een auto-ongeluk. Maar goed, vanavond proberen we iets anders. Oké? Okay? Moet Jeroen het niet weten? Die gelooft toch niet dat dit kan werken. Maar we weten niet eens wat er kan gebeuren. Louise, als we niks doen, dan gebeurt er ook niks. Mag ik misschien zelf ook nog iets zeggen? Doe maar. Ik wil mezelf ook herinneren van waar ik kom. En weet wie dat ik ben. Oké, we hebben 3 targets. 1, 2, 3. Go.